Henk, wat jammer. Heel erg jammer, maar wel heel erg mooi om meegemaakt te hebben. Dat meen ik echt. Ja, want je hebt best nog wel lang op die hot seat gezeten. Ik ben sowieso blij dat ik op de hot seat mocht zitten, dus daar ben ik ook. Ik weet echt niet hoe lang. Voor mijn gevoel was het 5 jaar. En toen ik er helemaal afvloog, dan ja, ik was wel teleurgesteld. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar als ik dan de jongen zo hoor zingen, dan denk ik van chapeau. Opgeven hoofd. Precies, en geheel terecht. En hoe is het eigenlijk om op zo'n hot seat te zitten? Zit je dan echt met iedere auditie gespannen? Ja en nee. Je bent niet aan het luisteren naar je tegenstanders. Het zijn natuurlijk toch tegenstanders. Je bent zelf heel erg gespannen van, ja, wat gaat de jury doen? En ja, natuurlijk luister je stiekem wel, van, weet je wel, maar er is geen concurrentiestrijd. Dus de spanning zit het meer in het, doen ze het wel of doen ze het niet? Ja, en eventjes over je auditie. Dre had zeg maar een beetje als commentaar dat je erin moest komen. Was je het daarmee eens? Ja, ik had eigenlijk zelf wat meer commentaren verwacht, want ik kan beter. Dat klinkt misschien een beetje arrogant, zo bedoel ik het echt niet. Dus ik was verrast blij met het commentaar. Nou goed, het bloed, zweet en tranen avontuur houdt voor jou even op, maar je gaat vast door. Nou, laat ik je zo zeggen, de winnaar moet de nieuwe volkszanger van Nederland worden, maar dat moet ook het volk bepalen. Ik ga mijn best doen dat ik het alsnog word.